Mooie regen. Hele mooie regen. En met dat zeg ik, goedemiddag, daar zijn we weer. Zelda Play 20 samen met... De Towerler. En... Xala Creations. Hij zegt zijn naam weer goed, wat doet hij dat toch goed, de knappe jongen. Maar we zijn dus terug met de nieuwe aflevering van Let's Play, Modded Survival, Minecraft, gebeuren, gezeuren, gezever. En zoals ik in de vorige aflevering zei, gaan we gelijk beginnen met een bordje ophangen. Wat leuk! Goed, dus de eerste die zijn, de eerste 10 hebben we dus gehad en dan gaan we... Sorry, ik moest nissen. Auw! Ik word moe van jou! Nou, dan gaan we dus naar aflevering 11. En in aflevering 11 heb ik dus al een, hebben we weer de randomizer gebruikt. En dan hebben we Jordi Pauw. En die had gezegd, hoezo bliksembommen? Nee, dat was een red hand, denk ik. Ik word er zo scheidsziek van als ik op het moment... Elke keer, hè? Elke keer. Hij is dood. Elke keer als ik een bordje ophang, dan moeten die red hands mij hebben. Hoezo bliksem... Wacht, hebben wij die niet als reactie hier ergens tussen staan? 10.000 bliksembommen. En dan hebben we hier het antwoord. Dat is wel grappig. Hoeveel afleveringen verder? 7. En dat was aflevering 11, dus 4. Huh? Wacht even. Maar dat kan kloppen, want we hebben de eerste 4 afleveringen hebben we geen bordje gehad. Oh, maar je hebt wel de bordjes gehad. Dus het bordje, dat kwam in aflevering 10 of zo. Ja. Het bordje is opgehangen in aflevering 10, denk ik. Of aflevering 9. Maar dat maakt niet zo uit. Dus, wat we in deze aflevering gaan doen is een beetje aan onze huisjes werken en alles. En ik geef weer mijn timer neer te zetten, zoals dat ik altijd doe. Dus, hij staat nou goed. Maar dat maakt niet zo uit. Dus, het is een beetje zeg maar nou, we gaan een beetje... Ja? Mag ik wat laten zien? Ja, natuurlijk. Ik heb iets gemaakt, kom maar. Kijk, een beveiliging, zodat ze niet weg kunnen. Heb jij nou ook een piggy spawner dan? Nee. Ik heb een piggy spawner. Puur op eigen kracht gegaged. Aha, en ik loop over jouw fans. Oh, er was trouwens een vraag of ik jouw huis kon laten zien. Echt? Ja, dus geef ons je rondleiding. Ben ik nou aan voor mijn huis? Oké. Blijkbaar. Nou, welkom in mijn huis. Hier is de prachtige duperluxe 3D HD definition enchantment table. Aha. En hier hebben we de woonkamer, hebben we een computer. Zo. Ja, luxe hè. Hier hebben we de wall of mijn victory dingetjes. Aha. Hier slaap ik. Aha. Dit is een voetenbankje. Aha. En dan hebben we hier de schuilkamer en een weg naar de mijn. Aha. That's it. En je hebt ook nog een bovenverdieping. Heb ik die? Jezus. Oh, ik heb ook een bovenverdieping. Ja, dat valt en die is hartstikke leeg. Ja, nou, aangezien dat we nou toch zo leuk gezellig best zijn met een paar rondleidingen, dan gaan wij ook maar eens heel eventjes kijken bij het huisje van, Xella, waarom ook niet, hè? Dus, yes. Waarom staat hier mijn naam nog verkeerd? Ja, dat is jouw fout. Kijk, daar heb je buurman. Hé, hey, wat doe je met je buurman, man? Ja. Da. Vieze, rotte... Is het voor jou een rotte fles of zo? Kijk, ik heb een heel mooi bordje. Nee. Ik heb ook texture gebeuren. Yes. Hi. Ah, oh, nee! Hey, wat je hebt het gezegd! Oh, dan moet ik weer... Dat vindt hij leuk, hè, als ik extra moet werken. En zoals jullie trouwens in de vorige aflevering hebben gezien... Ja, de outro die is aangepast. Dus daar heb jij lekker aan moeten werken. Nee. Leuk. Zo, leuke gevangenis. Past er wel bij. Ik ben hier weg. Kijk, en ik heb nog iets te laten zien. Kijk, hier gaan we naar beneden. Spannend, hoor. En hier hebben we cacti. Oh, dat is een wc. Dat is een wc. Snapte hem? Cactus. Oh. Ja. Verdampt. Ik vind het niet grappig. Oh. Ik vind het niet grappig. Jij bent niet grappig. Hé, hey, het stopt met regenen. I can see clearly now the rain is gone.
I can see all obstacles in my way. Nou, dit is dan mijn huis. Nou, dit is dan zeg maar gewoon waar ik nog mijn bed had staan en alles. En de furnace en heel mijn zooi. En dit wil ik dan een beetje gaan decoreren. Alleen dat doe ik dan mooi een beetje in een keertje offscreen. Want ja, dan schiet natuurlijk niet heel erg op. Dan moet ik een pc'tje maken. Dan kan ik dan hier zeg maar, dit wordt mijn slaapkamer. En hier heb ik dan die controller aan mijn muur hangen. Dat vind ik leuk. Precies met de touwen gebeurd. Ja, ik ben weer terug, joh. Ah, I crashed even. Ja, dan moet je gewoon negeren, want dan doen we net alsof dat we niet gezien hebben of zo. Dus, nou, als we dan hier gaan kijken, dit is dan mijn wall of lame. En, nee, mijn wall of lame. Want er hangt maar één item tot nu toe. Dus nou hoop ik heb al een paar keer een red dragon, of ja, een dragon beest gezien. En die wil ik eigenlijk eentje killen. En ja, op dit moment zie ik ze niet. Dus ik heb proberen een kraken te spawnen, vind ik veel leuker. Wat? Oké, komt er één? Mogen we met z'n allen, mogen we allemaal aanvallen? Ja, alleen hij dropt maar één zo'n skill. En dan moet je hem 3 keer spawnen. Nou, het leuke is, je moet dus zeg maar die attack squids moet je dus killen. Niet allemaal killen, 1 voor 1. Want anders hebben we dadelijk in 1 keer 4 krakens. Leuk toch? Nee, dat is niet leuk. Geloof me, dat is echt niet leuk. Maar zitten jullie ongeveer bij het water? Nee, wij zitten in de oceaan. Oh, daar. Nou, geen kraken. Ja, komt eraan. Nee, want dan zou het beginnen te regenen. Sorry. Jammer. Ik weet hoe dat spel werkt. Pas op, hè, anders... Anders komen we hier halen. Nee, hey, Squidward. Anders... Hey, Squidward. Nou, anders gewoon een squid, daar werkt hij niet op. Oh, niet zo snel, Towler! Oh jee. Nou heb je het gedaan! Nou zijn het er 3! Nou heb je het gedaan! Wat heb je gedaan, Alex? Ik wil weg hier! Kill an attack! Het zijn er 2, ze komen achter mij! Wat heb ik gedaan? Waar ben ik? Oh, hij heeft me in het water gesmeten, die lomo. Een lomo. Geen haimo, maar een lomo. Hoi. Hoi. Oh. Wil jij met je vieze tentakels van mij afblijven? Hou je telefoon bij je. Au. Ze kunnen je dus oppakken en dan gewoon naar beneden smaken. Au. Yes! Is dat je achievement? Ja, alleen nou moet ik wel weer een dead sound erin editen. Daar heb ik weinig zin in. Hi. Jij bent gemeen. Ik heb mijn kraken al bijna dood. Jullie zorgen er maar voor je eigen kraken. Nee, het zijn er 3. Nee. Auw, wat? Wat? Hoe? Ik had full health en ik stond boven water. Dat kan gebeuren, hè. Oh boy, nou heb ik een uitdaging. Ik vond het eng. Ik had hem bijna dood! Ik vond het ook pittig eng. Ik had hem bijna dood! Oh boy. Nee, laat mij nu met rust, alsjeblieft. En ga nu zwijgen. Boyfriend, doe iets. Ik zie je daar wel zwemmen, doe iets. Oh, hij had mij net boven. Hoe hoog zat ik dan wel niet? Ik zou echt beter op mijn radar moeten letten. En dat beest heeft zich ondertussen wel hersteld, denk ik. Dus ik moet echt snel naar mijn stuff. Stomme golven, laat me eruit! Alex, volg je hem nog? Is hij weg? Ik weet niet waar Alex is. Nee, daar zit hij. Waar? Daar. Aan de overkant? Ja. Ik zie... Ja, ik heb er hier 2. Echt? Ja. Alleen ik moet eerst mijn stuff hebben. Oh my god. Ik vind het niet leuk. Oh my god. Ik vind het niet leuk. Wat heb ik gedaan? Je hebt 2 gespawnd. We konden er 1 kunnen wel aan, maar 2? Dan ben ik 3? En dan ben ik dood. Ik schoot er eentje neer toen opeens. Oh, fudge. Oh, niet crashen. Ik heb hier heel veel scorpions nou. Minecraft, werk eens mee. Ja, alsjeblieft. Je pijlen even bijhouden. Ik heb er nou geen tijd voor. Oké, die heb ik terug. Waar is mijn rest van mijn stuff? Zullen we even op eentje op jacht gaan, Wilco? Ja, Towler. Towlertje. Waar gaan we naartoe? Kom, we gaan samen op jacht. Oh, het is afgedreven in het water, denk ik dan. Oh, wacht.
Maar ik heb mijn Ultimate Bow wel terug. Hij is dus aan de overkant. Van daar. Daar zit hij. Tornado! Tornado! Nee! 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 Dat meen je niet! Niet nu! Shit! Shit, ik moet... Nee, niks ervan, Ik zie hem... Oh boy. Ja, ik ga eraan. Ik moet mijn huis. Heb je mijn bacon? Ja, ik heb bacon. Ik heb bacon. Het is een kleintje, hoor. Zolang je maar het huis mist, dan vind ik alles best. Nou, ik weet niet hoeveel HP jij nog hebt, Kraken, maar je gaat eraan. Niemand kilt mij zonder wraakacties. Er zit een Kraken in de tornado volgens mij. Oh, jij hebt nog best wel veel HP. Nee. Oh nee, niet over mijn huis, ga weg, blijf op. Ja, goed zo. Niet over mijn huis. Nee, hij gaat richting het westen. Oh, de sirene gaat af. Je huis gaat een beetje... Nee, hij wijkt af. Gaat richting... Kijk bij je farm. Wat, bij mijn farm? Dat is bij je farm. Oh, je piggies zijn weg. Wat? Oh, je varkens zijn weg. Wat? Wat? Nee. Ja, je fucking... Nee. En... Nou, ik zie in ieder geval geen schade bij de huizen verder, maar ik wil wel mijn stuff terug. Nou, kijk hoeveel zand er ligt. Ai. Grapje of niet van die varkens? Nee, al je varkens zijn weg. Maar ik ben ook de helft van mijn stuff kwijt. Maar jouw schuld. Ik heb nog zo gezegd. 1 Kraken. Wat gaan we doen? Ja, ja, daar ben ik niet bang voor. Ik sla zo. Eigen schuld. Kan ik niet even een zielig muziekje... Doe maar een zielig muziekje van... Weet ik van welke game. Little piggy, no. Ziet er daar 1, 2, 3. Little piggy, oh, daar zijn ze! Nou, de Krakens zijn in ieder geval gedispawned. Zal ik er weer wat spannen? Nee. Oh, al mijn shit, stuff. Daar ging mijn boog. Ik heb trouwens nog een verrassing voor je straks. Oh, kijk nou! Die neem ik mee. Die neem ik mee, die vind ik lief. Ik ben mijn boog kwijt. Is gevonden. Ja, dit is zo lief. Oké, ik heb wel mijn... Nee, mijn boog heb ik terug. Alleen ik ben mijn ultimate sword kwijt. Oh. Maar ik heb een ei op mijn hoofd. Maar... Nee, ik heb een eitje. Maar... De Kraken. I don't care. Die zijn gespawned. Hij is ontsnapt. Wie? Oh, 1 piggy is dood gegaan. De Kraken is despawned. Anders zou het regenen. Maar dat wil dus zeggen dat als het dus zeg maar onweer door een Kraken, tot er dus zeg maar dan nog meer ellende komt. Dan kan er dus ook een tornado komen. Dat wist ik niet. Dat is nieuw voor mij. Ik vond dat wel grappig. Ja, jij vindt alle ellende grappig. Ja. Maar kijk, ik ben voor de kijkers. Kijk. Nou nee, die denken ook bij hun eigen van. Er werd duidelijk gezegd eentje. Iedereen haat jou nou. Ik heb een verrassing voor je. Heb je voor mij een ultimate sword of zo? Nee. Dan is het geen verrassing! Ik heb iets leuks. Ik heb een ei op mijn hoofd. Wat bent gij? Ik ben onderweg naar huis, want ik heb mijn stuff even opgehaald. Iets leuks. Het is echt, dus, ik beloof dat hij heel cute is. Maar Alex is volgens mij niet dood gegaan. Nee. Alex is gewoon gelijk naar zijn huis toe gescholen. Daar kunnen we iets aan veranderen. Ja, wij gaan echt eventjes Alex even wraakactie. Want hij heeft dus meegeholpen met het spannen. Ik heb een idee. Er gaat boom boom. Ja, niet bij mij. Nee, bij mij. Er zit een skeleton, special skeleton die boom doet. Achter me aan. Wat een leuke skin heb je trouwens.
Ja, dank je. Hint, hint. Oh, ja, dat heb ik hier nog niet uitgelegd. Dat zou ik zo heel eventjes uitleggen. Natuurlijk is dat mijn Minecraft nog niet uitgelegd, maar dat zou ik zo even uitleggen. Even wachten, ik moet heel eventjes... Nou, maar dan heel even... Want ik ben mijn helm ben ik kwijt, ik ben mijn... Mag ik het cadeautje openmaken? Heb je dit nodig? Weet je wat ik nodig heb? Wraak! Wraak, nee, zeg ik je! Mag ik dit wordt een leuke epic battle of proportions. All your stuff belongs to me now. Mag je nou wat... Echt, heb je het nu? Hou je het gewoon? Meen je dit? Hé! Hey. Ah! Oh shit! Ik had het even verkeerde gegooid. Even wachten, eerst even zorgen dat ik zelfs een stuff teruggeef. Wow. Pom, 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 pom. Oh, waarom sla je mij nou? Sorry! Ik heb een blote vuisten. Deze heb ik. Die daar. Ik heb niks meer van jou in ieder geval. Maar jij krijgt dit van mij. Nee! Kijk, dat krijg je van mij. Ik krijg hoofdpijn van je. Nou, Nee, ik ben heel lief. Nee, ik spawn 300 krakens en dan ga ik snel stiekem in mijn gevangenis schuilen. Ja! Nee! Zo werkt dat niet! Kom man. Koe man. Maar ja, in ieder geval heel eventjes snel over mijn vlees. Heel eventjes snel over mijn skin. Zoals jullie dus kunnen zien, mijn skin is op dit moment oranje. Dit heeft te maken met natuurlijk het ei op mijn hoofd. En ja, op de achterkant zie je dus ook NL staan. Dit heeft te maken met de WK-skin. Aangezien dat het wereldkampioenschap nou bezig is van het voetbal, heb ik mijn skin speciaal aangepast, eventjes in oranje. Wil niet zeggen dat mijn skin altijd zo blijft. En Taulen staat recht voor de camera, leuk. Wil niet zeggen dat mijn skin altijd zo zal blijven. Dit blijft alleen maar tijdens het WK en daarna komt mijn skin. Als Taulen nog één keer voor mijn... Nog één keer. Dat wil dus zeggen, zeg maar, dat als het WK voorbij is, dan... That's it. Wordt mijn skin weer normaal? Nee. Komt eraan. Alex slaat mij. Het is nog erger. Alex slaat mij. Ik red de Taulaar. Oh, stop. Ik heb zijn spullen laten liggen. Ja, nee, veel stuff, zeg. Oeh, een ruby broekje. Nee! Dat is niet aardig. Ik bescherm je. Ik moet weer een extra dead sound daardoor maken. En ik had een ei op mijn hoofd. Je ei is gedropt. Ja, daarom. Die ga ik nou even weer oppakken. Maar hij zat bij mij niet op je oog. Ik ken hem nou niet meer. Ik ken hem niet meer oppakken. Alex. Oh, wie heeft hem? Heb jij hem nou? Wilk. Nee? Jawel, hij zit in jou. Ja, dat was bij jou ook. Hij zit niet in mij. Hij zit in jou. Dat kan niet, want ik heb hem niet Oh, wacht, is het mijn hoofd? Ja, even neerzetten weer. Oepsie. Zet neer. Hoe doe ik dat? Gewoon rechter mij, of naar boven klikken en dan op de grond klikken. Ja, nou op de grond klikken. Ja, en dan eruit lopen. Nou, je hebt hem nog steeds. Echt? Zo ja, en nou niks doen. Nou heb ik hem. Okay. Jij draagt hem ook als broek. Ja, bij mij staat het erop alsof dat die, dat is een glitch of zo. Heeft er iemand nog wat stuff van mij gejat? Nee. Ja. Even kijken, want ik mis... Wie heeft mijn bacon? Ik heb geen bacon opgepakt. Nee. Iemand heeft mijn bacon. Als ik mijn bacon kwijt ben door jou, jongen, ik maak je dood. Ik heb echt geen bacon. Bedoel je porkchop? Nee, bacon. Oh, maar dat heb ik niet. Bacon? Ik heb alleen dit. Boom. Door jou ben ik mijn bacon kwijt. Niet zo netjes, hè. Zeg ik nou. Alex, ik haat jou. Maar dat zegt iedereen al. Alex, ik haat jou. Oh nee, ik heb mijn bacon. Ik heb niks gezegd. Ik haat van. Ik heb helemaal niks gezegd. Oké. Okay, nou, dat was in ieder geval weer leuk, hè? Nou, wat leuk zeg. Kom niet meer bij. Wat een humor. Kraken. Wat een humor. Dit keer wel gewoon een normaal kraken. Laten we dat gewoon om zijn beurt doen. Ja, maar dan schiet ik er eentje neer voor je. Dan schiet ik er eentje neer voor je. Ik ga heel eventjes eerst even zorgen dat ik geen fall damage meer kan nemen. Solo player? Ja. Oh.
Ik ben nou zo niet in de mood daarvoor. Ik zeg gewoon niks meer. You mad, bro? Ja! Hé, hey, maar zal ik deze 3 attacks, 5 attacks... Nee, doe maar niet. ...die squids aanpassen? Nee. Wat je ook gaat doen, doe maar niet. Nee. Slecht plan, toch doen, hè? Hoe gaat het? Nee, vooral... Je weet nog niet eens waar het vandaan komt. Klopt. Ik wel. Van hele slechte Deurbel. Film. Dat, dat was niet grappig. Goed, ik ga gewoon inderdaad de poging 2 erop wagen. Maar dan wil ik eerst even zorgen dat ik een dat ik ook zo'n dinges heb. Zo'n boekje. Ik kan blijven aanbellen, maar ik ben mijn achtertuin bezig. Nee, ik wil zo'n boekje maken. Kom maar binnen. Zo'n famguide. Oh, die heb ik volgens mij nog liggen. Ja, maar die wil ik zelf eentje maken. Want dan kan ik de kijkers laten zien hoe je die maakt. Maar ik wil er wel eentje. Ja, nou, dan maak je hem lekker zelf. Ja, maar heeft er toch nog één extra? Nee. Ik zal eens kijken. Je maakt hem maar lekker zelf. Maak hem zelf. En hoor ik. Oh ja, ik heb er één. Hij heeft mij gekild, dus nee. Nee, ja, dat, je moet hem zelf maken. Sorry, jongeman. Stop met aanbellen. Door jou was ik bijna mijn beacon kwijt. Je beacon. Ja? Nee, geen beacon. Dit keer is het echt beacon. Oké. Oké. We hebben een tornado gehad. Echt, deze aflevering. Hoe maakt hij ook alweer? Wat is dat? Een Ender Soul Hand? What the hell? Die ziet er creepy uit. Een Ender Soul Hand? Ja, moet je maar eens intypen in Not Enough Items. Een Ender Soul Hand. Ik weet niet, daarmee kun je aanvallen. Die doet 6 attack damage, maar die ziet er creepy uit, man. Hoe maak je zo'n ding? Ik wil weten. Gebruik hem op Alex, zou ik zeggen. Nou, je kunt ze niet maken. Die worden gedropt door iets. Heb je hem dan eentje? Nee, ik zie hem hier toevallig staan in mijn Not Enough Items. Oké. Nee, ik dacht dat je hem had. Dus dat is wel leuk geweest als je daarmee haalt. Ik bedoel... Even kijken, daar hebben we voor nodig. Een Spider Eye, Zombie Brain, Bone en Gunpowder. Oké, dat heb ik wel. Even kijken. Spider Eye, die heb ik hier. Zombie Brain, die heb ik hier. En een Bone, die heb ik hier. En een Gunpowder, die heb ik hier. En het enigste nadeel is, omdat ik nou dus dood ben gegaan dankzij... Kan ik hem nog niet kopen. Moet ik eerst voor experience gaan zorgen. Als je er zelf maar lol mee hebt, toch? Nou! Klootviool. Ik heb een famguide. Yeah. Ik denk dat ik Toweltown eens in een keertje heel erg goed onder handen ga nemen. Want? Ik word gek van Firewall. Hé, hey, ik doe niks. Nee, deed je maar eens wat. Je mag naar mijn huis komen kijken wat ik allemaal heb gedaan vandaag. Maar eens even kijken, wat was nou allemaal gratis? Want dat weet ik allemaal uit mijn hoofd. Niet. Koffie in de ik weet dat dat stomme ding wat jij hebt gratis is. Toch? Available vanaf. Ja, equip. Heb ik hem nou? Heb ik hem? Ja, ik heb hem! Nou heb ik ook speed! Dan ben ik ook zo... Ja, dat was wel speed. Ja, dat was snelheid. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Oh, wat? Slaat er nergens op. Nou, hoe komen we snel aan experience? Ja, dat zal dan wel wachten. Ik denk dat ik deze aflevering gewoon vol met faal gooi. Gewoon van deze aflevering is faal. Mijn farm bestaat tenminste nog. In your face. Ik heb bochtje ophangen voor vandaag. Maar dat is gewoon true. Douwles zijn dingetje is ook weer. Zijn farm is er weer. Ja, hij is daar super goed in. I know, right? Hij is de beste speler van deze server. Aflevering 12. Dit is eigenlijk best wel komisch, want nog steeds ik... Sorry, hij gaat Nederland morgen winnen! Tuurlijk. Nee. Sorry. Tuurlijk gaan ze winnen. Dacht jij dan? Ik dacht misschien dat ze gelijk spelen. Ik bedoel, als je gaat kijken, Chili die heeft gewonnen, Chili con carne die heeft gewonnen van Spanje met 2-0. Wij hebben gewonnen met 5-1 van Spanje. Dus, ja. Het ligt eraan hoe je speelt. Ja, inderdaad. Waarschijnlijk met hun, waarschijnlijk met hun lichaam. Maar goed, Common 12... die is gewonnen door... Hele rare naam. S-G-O-R-T...
Elli. Sergeant Ortelli. Ja, ik wil het zeggen. En die had neergezet. Mijn comments. Maar het is toch helemaal geen zaterdag? Nee, dat niet. Nee, maar hij had hem gecomment op part 12 en die is eruit gekomen. Next. Because. I. Am. Awesome. The. Law. Oké. Okay. Dat is een reference van een. Nee, niet Nicolas Cage. Van een Sylvester... ja, zeg ik het goed? Ja, Sylvester Stallone van... Judge Dredd heet hij, die film. Daar komt hij van. Dus ja, Sergeant Ortelli, mijn comment is next because I am the law. Ik kan er niks aan doen. Hij is uit de randomizer gekomen. Dus daar hou ik het allemaal op. Staat je comment er nou nog niet bij en je wil je comment zo graag op deze wall hebben? Laat een leuke reactie achter op wat je leukste momentje was of iets in die trend. Ja, en de kans wordt natuurlijk steeds groter in principe. Ja, want we doen niet twee keer dezelfde naam op de wall, want dat is niet van toepassing, dat willen we niet. Dus laat het weten in de reacties. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ik heb... Willen jullie nou? Godnank en ik nooit een touch. Ik word helemaal scheidsziek van die rotmeren. Elke keer als ik met de Wall of Awesomeness bezig ben, altijd weer die vervelende rode mieren, altijd. Luister. Ze zijn toch hartstikke lief. Ik zeg, luister! Ik zeg, luister. Ja, oké, okay. Iedereen weet waar dit naartoe gaat. Dag Spanje, dag Australië, jullie liggen eruit. Oké, okay, ja, dat heeft niks met deze aflevering te maken. Oké. Dus, maakt niet uit. Dus ja, ik weet het, ik heb een keertje gezegd dat je de balkje groen moet maken, maar het is eigenlijk blauw, dus probeer de balkjes zo blauw mogelijk te krijgen. Het is een van de drie kleuren, je weet al, rood, wit en blauw. Niet rood, maar blauw. Blauw is leuker. Dus. I'm blue. Ik sluit deze aflevering af. Ik heb te veel chaos alweer. En zoveel te bewerken dankzij sommige mensen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Morgen weer Luigi Galaxy natuurlijk. En waar is Alex? Ik wil Alex ook. Alex, kom even. Je mag nou één keer in mijn huis. Eén keer. Nee, ik wil niet in je huis. Ik... Oh. Nu! Dank je. Dat is eigenlijk best wel... Bedankt allemaal voor het kijken, jongens. Ik hoop jullie natuurlijk mooi weer te zien bij Luigi Galaxy. En natuurlijk, de Q&A die is al onder... ik heb zoveel reacties erop gekregen. Echt, ik ben er al mee bezig. Dus dan weten jullie dat ook alvast. Dus komt nog heel veel content. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Tot de volgende keer. Doei! Doei!